Opeens belde ze van wil je nog meedoen toen zei ik, uh, ja natuurlijk wil ik meedoen. In een nieuw seizoen van Klein maar Fijn trekken acht fanatieke miniatuurbouwers door heel Nederland... in de strijd om de titel Beste Miniatuurbouwer van Nederland. Ik ben gekomen voor de winst, dus ik wil winnen. Zo zijn we aan het hopen Het is beslagzig met trillende handen. Leuk zo'n kleine opdracht. Details zijn belangrijk. En wie goed is in details is Anna Schrander uit de wijk Bospoort. Zij is een van de deelnemers in het nieuwe seizoen van het programma Klein maar Fijn. Dat was voor haarzelf ook een verrassing. Uh, nou, ik had me opgegeven na afloop van seizoen 1 en uh, ja, gewoon impulsief daarna niet meer aan gedacht. En toen kwam seizoen 2 en toen dacht ik nog van oh, ze hebben me niet geweld. Uh, en toen jaren daarna, uh, echt nu in november afgelopen jaar, werd ik opeens gebeld van hey, wil je nog meedoen? Er was een hele casting. Dus ik uh, moest nou Hilversum uh, uh, moest ik ook een aantal van mijn werken meenemen en laten zien hoe ik het maak, uh, uh, welke schaal ik werk, de technieken waarmee ik werk, uh, de onderwerpen waarmee ik werk. En dan begint het echte werk. En dat was best zenuwslopend. Ja, als je een opdracht kreeg, hoe je hoort, de opdracht. en daarna moet je meteen gaan werken. Dus je hebt echt maar heel korte tijd om te bedenken. wat je wil gaan maken. Maar je hebt natuurlijk die tijdsdruk. Uh, dus ja, het, je moet maar geluk hebben dat het in je hoofd komt. en dat je niet uh, ja, een hele black-out hebt. Ideeën heeft Anna altijd wel genoeg. Inspiratie haal ik vooral uit Stephen King boeken. Ik heb een hele boekenkast vol met Stephen King boeken. maar ook gewoon horrorfilms. Uh, of gewoon ja, echt klassieke films. Uh, maar ook ja, heel gevarieerd, ook als ik iets op het nieuws zie, dan denk ik van oh, dat is ook wel interessant om te maken. Je haalt het aan van de gekste plekken vandaan eigenlijk. Tijdens het programma merkte Anna dat ook de omgeving haar op ideeën bracht. De afgelopen seizoenen was het gewoon op één plek en nu is het elke keer een andere locatie. De eerste locatie ja, was een pretpark, dus daar zijn de opdrachten dan ook een beetje op gebaseerd. Dus daar haal je dan ook echt wel inspiratie uit. Of Anna gaat winnen, dat gaan we zien. Zij zelf heeft er hoe dan ook wat leuks aan overgehouden. De groep was echt superleuk, een hele gevarieerde groep. Ik had ook nooit gedacht dat het zo'n leuke mensen waren, maar we hebben, elkaar, ja, we hebben nog steeds superveel contact. De appgroep ja, die leeft heel erg en we hebben elkaar dus ook alweer op een reunie gewoon in het ja, levende lijven gezien. En de volgende reunie staat ook weer op de planning. Klein maar Fijn is vanaf vanavond wekelijks te zien om half negen avonds op SBS6.